Ik kan sowieso zeggen dat het Catharina wel een bijzonder ziekenhuis is. Want we hebben een ziekenhuis waar wat in de regio heel veel topreferente zorg aantreft. Niet alleen in de regio, maar ook van buiten de regio. Zo krijgen we heel veel bijzondere gevallen wat rectumcarcinoom betreft. We hebben een regionale verwijsfunctie voor slokdarm, voor maagcarcinoom, voor pancreascarcinoom, voor HIPEC, maar ook voor vaatchirurgie. De kennis en kunde die hier zit in het Catharina ziekenhuis. Er worden verschillende operaties verricht die ook in academische ziekenhuizen gedaan worden. En daar kun je heel veel leren. En dat maakt het Catharina heel, heel bijzonder als het gaat om de pathologie die je hier kan zien als je hier de opleiding volgt. En wat het verder bijzonder maakt is dat je dat in een hele bijzondere ontspannen sfeer kan ervaren als artsassistent. De sfeer van buiten de gewone momenten, de overdrachtsmomenten en de professionele contacten die je onderhoudt met je collega's en met je baas, is er daarnaast ook voldoende ruimte voor leuke dingen. Ik vind het heel belangrijk dat een artsassistent, wat ik al zei, het beste uit zichzelf haalt. Maar dat betekent ook dat wij heel erg toewerken naar zelfstandigheid. Dat we het een zelfstandige dokter willen laten worden. Je moet een dokter worden die uiteindelijk na 6 jaar zelf voor patiënten kan zorgen. En dat betekent, ze krijgen hier vrij veel zelfstandigheid. Ze moeten zelf beslissingen nemen. Maar we zijn heel laagdrempelig om hen ook te helpen als ze ons nodig hebben. Dat is natuurlijk een moeilijke balans. Hè. Ik kan me dat levendig voorstellen. Als ik ooit chirurg ben, dan moet ik iemand, namelijk een assistent die in de opleiding is of niet in de opleiding is, kunnen vertrouwen om bepaalde dingen zelf te doen. En de zaken die ik net noemde, die we ook buiten het ziekenhuis doen, de borrels, de wintersport, het zeilen, maakt toch dat die banden korter worden en dat je op een of andere manier elkaar beter vertrouwt. Ik denk dat wij als groep een enorme wetenschappelijke output hebben. Het is niet voor niks dat we 2 hoogleraren in een perifere chirurgische praktijk hebben. Maar de assistenten die kunnen enorm aan het trekken komen als ze wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Er lopen meerdere onderzoekslijnen waar ze allemaal in kunnen participeren. Bij de vaatchirurgie, bij de gastrointestinale chirurgie, bij de oncologische chirurgie. Er zijn al meerdere promovendi eigenlijk hier vandaan eigenlijk afgeleverd. Dus als assistenten willen, kunnen ze zich enorm ontplooien.